Op maandag 14 januari ging Rijswijk TV langs op het stadhuis. Burgemeester Michel Bezuijen overhandigde de sleutels voor een nieuwe scanauto. U gaat in een scanauto rijden, wat vindt u daar eigenlijk van? Het is een hele andere manier van handhaven als dat je normaal gesproken op straat zou lopen. Het contact met de burger heb je dan wel wat minder, maar daarentegen hebben de scanscooters dat weer wat meer. Het is wat eerlijker als je met een scanauto rijdt, omdat je dan echt overal komt en ja, iedereen is dan gelijk in principe. Ze starten de scanauto op. De scanauto die geeft naar de dashforce van ons geeft die aan als de auto's niet betaald hebben of dat er iets aan de hand is met die auto's. De dashforce gaat dan dat doorzetten naar de controleurs op de scooters. En die kijken nog een keer na of inderdaad de auto niet betaald heeft of dat er iets een ontheffing of iets dergelijks in ligt. En blijkt dat niet het geval is, dan krijgt de auto een naheffing. Vandaag nemen we officieel in gebruik de scanauto. De scanauto heeft te maken met het handhaven van parkeren. Je weet natuurlijk al langere tijd parkeerbeleid. Ongeveer 10.000 parkeerplaatsen in Rijswijk waar betaald parkeren wordt gehanteerd. Nou, tot op heden deden we dat natuurlijk vooral met de mensen. Dus mensen controleren of het daadwerkelijk wel of niet betaald was. Dat gaan we nu met de scanauto doen. En dat gaat natuurlijk hopen we veel efficiënter en effectiever. Dan kun je steeds meer adres controleren of parkeerkentekens controleren. Ja, en we gaan ervan uit dat de handhaving in ieder geval verbetert.